Ik denk dat we een hele goede EK-campagne gespeeld hebben. Ik denk dat die campagne voor ons toch wel, ja, dat toch wel de extra stap was. Ik denk de eerste stap was sowieso al de eerste EK dat we behaald hadden. Maar dit was toch nog wel die extra stap die we moesten zetten sowieso. Die laatste wedstrijd tegen Zwitserland was heel belangrijk. We wisten dat op voorhand. Dus uiteindelijk is die druk daar wel een beetje. Maar ik denk dat die wedstrijd op zich heel goed was van ons. Oké, dames. Zwitserland vandaag. Nu, dat is slecht aan vertrouwen. Neem dat mee naar buiten. Neem dat mee naar buiten. Stuur elkaar. Kom! Minnaert komt erbij, daar is de voorzet. Hier de Kenji. En de bal gaat erin. Het is 1-0. Zo makkelijk kan het zijn. De Wout nog, heel slim. En de kans nu voor de Kenji. En daar is de 2-0. En die gaat erin. En de kans op de 4-0, waar is hij? De kaarsen mogen aan. De feestverlichting mag aan. De Red Flames gaan naar het EK. Ja, de overtuiging was daar, teamprestatie was daar. Ik denk ja, de afwerking uiteindelijk ook. En dan winnen we verdiend met 4-0. En dan is die ontlading groot natuurlijk na de wedstrijd. Ik denk met Litouwen, Roemenië, Zwitserland en Kroatië. Dat we echt wel heel goed gevoetbald hebben, veel golen gemaakt hebben. En dat we dan ook wel verdiend uiteindelijk door zijn gegaan naar TK. Ja, als ik die beelden terugzie, dan kijk ik toch nog altijd kikkenvel. En ja, dat is toch altijd speciaal om dat terug te zien, omdat dat geeft me toch altijd een lach op mijn gezicht. En ik vind dat mooi dat we ons zo bezig zien ook, scoren en samenkomen en samen vieren en als één team op het veld staan ook. Dus ja, dat is wel mooi om terug te zien. Ja.